Hey kids, vinden jullie het ook niet zo'n geweldige zonsondergang? Ik zag het vanuit mijn huis en ik dacht, ik moet snel naar het strand gaan, zodat ik het kan gaan schilderen. Huh? Wie zie ik daar? Is dat tante Mona? Ze ziet er wel een beetje anders uit dan normaal. Hey! Hey, tante Ela! Hey, kids! Hoe gaat het met jullie? Gaat het goed? Ah, goed om te horen. Ja, ik heb vandaag eigenlijk een boek gelezen over vissen. Dus ik dacht, waarom ga ik dat ook niet proberen? Daarom ben ik hier lekker buiten en ik heb zin om te gaan vissen. Oh, tante Mona, mag ik mee? Dan kan ik op de boot lekker dichtbij de zee zien en het zo mooi mogelijk gaan schilderen. Ja, natuurlijk, tante Ela, mag dat. Maar, Kit, heeft tante Ela wel de juiste kleren aan om te gaan vissen? Tante Mona, dat maakt toch helemaal niks uit? Kijk eens naar de zee. Het is zo rustig. Kijk naar het water. Wat kan er nou gebeuren? Nou, tante Ela, laatst las ik een Bijbelverhaal in de Bijbel. En toen begon het ook heel erg rustig op zee. Maar later veranderde het in een hele grote storm. Oh ja, dat verhaal. Was dat niet met Jezus en zijn leerlingen dat hij naar de overkant van het meer van Galilea wilde gaan? Klopt. Het begon eigenlijk allemaal op een berg. Een berg? Ja, een berg. Jezus gaf les aan mensen op de berg. En mensen, heel veel mensen kwamen om naar hem te luisteren. Maar de tijd ging zo snel voorbij dat de zon al onderging. Maar ze waren zo aandachtig aan het luisteren dat niemand het doorhad. Nee. Oh ja, en het werd steeds later en later. Dus zei Jezus maar tegen zijn discipelen, tegen zijn leerlingen: kom, we gaan naar de overkant van het meer. Dus ze stapten allemaal in de boot en ze begonnen te varen. Klopt. En eerst was het heel erg rustig en kalm. Je hoorde de golven zachtjes slaan tegen de boot. Het was super heerlijk. Er was een klein briesje. Maar toen veranderde alles. De zachte golven veranderden in hele grote golven. En het zachte briesje veranderde in een hele keiharde wind. Zoals dit, tante Mona? Nee, tante Ela. Het was echt een hele grote storm. Oh nee. Ik denk dat ik het al snap. Want door de wind gingen de golven bewegen. En de golven die zorgden dat de boot ging bewegen. En de golven werden steeds hoger en hoger. Oh nee, en er kwam zelfs water in de boot. Tante Mona, niet zoals dit. Ja. Maar wacht eens even. Volgens mij vergeten we iets. Er was iets heel erg belangrijks, maar... Wacht eens even. Ja, dat klopt. Jezus was in de boot. Jezus lag lekker tegen een kussen aan in de boot te slapen. Huh? Hij sliep? Ja, hij sliep. Hij merkte helemaal niks op van deze storm. Maar zijn leerlingen waren wel allemaal heel erg bang. Dat snap ik wel, want de leerlingen dachten, de boot gaat zinken en wij gaan verdrinken. Dus ze dachten, nee. Ze renden naar Jezus toe. Ze schudden hem wakker. Ze zeiden, meester, meester, ziet u niet dat we vergaan? Help ons, help ons. Tante Ela, rustig aan. Want Jezus werd wakker. Ja, hij stond op en zei tegen de wind en de golven, stop. En word rustig. En weet je wat er toen gebeurde? De wind en de golven werden helemaal stil. De keiharde wind werd helemaal stil. Er was zelfs geen briesje. En de hoge golven waren helemaal gekalmeerd. Yes. Jezus zei toen tegen zijn leerlingen, waarom waren jullie zo bang? Ik ben toch bij jullie? Vertrouwen jullie niet op mij? De leerlingen waren zo verbaasd, want zoiets hadden ze nog nooit gezien.
Klopt. De leerlingen zeiden nog tegen elkaar, wie is deze Jezus nou? Datzelfde wind en de golven naar hem luisteren. Maar ja, toen zeiden ze, we hoeven nooit meer bang te zijn, want Jezus is bij ons. En hij kan alles en alles doet wat hij zegt. Alles luistert naar hem. Wauw, dat is echt een groot wonder. Misschien moet ik ook even naar tante Mona luisteren en me gaan omkleden. Want je weet maar nooit wat er op de zee kan gebeuren. Maar wat er ook gebeurt, ik hoef niet bang te zijn, want Jezus is bij mij. Klopt, inderdaad. Oké, tante Ela, ga jij je maar omkleden, dan ga ik de boot maar klaarmaken. Super, ga ik doen. Ik zie jou later en dan zie ik jou later er. Doei doei! Oké, doei doei kids! Ahoy! Hey, wil je nog meer van dit soort video's zien? Ga dan naar ons YouTube-kanaal en abonneer je!